vandaag een lekkere salade maken. Een salade die weinig energiestoffen bevat, maar heel veel gezonde bestanddelen. Als je zo'n salade voor je hoofdmaaltijd eet, dan eet je minder van je hoofdgerecht, wat vaak veel meer calorieën en zo bevat. En als je af wil vallen, is dat een goed hulpmiddel. Wat is nou zo gezond aan sla? Waarom val je af van sla? Nou, er is onderzoek gedaan naar mensen die sla eten en mensen die niet sla eten. En dan blijkt dat die mensen die sla eten meestal iets lichter zijn. En dat heeft te maken met het feit dat per portie krijg je wel heel veel volume binnen, maar vrij weinig calorieën. Hè? Sla bevat veel groenten, er zit veel vocht in en weinig vet, weinig koolhydraat. Nou, het wordt natuurlijk heel anders als je een sla maakt met daarbovenop lage sla, een lage kip. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Spekjes, croutonnetjes, dat voegt allemaal weer bij. En dan heb je eigenlijk, is die winst weer weg. Ik kan mijn sla's bestaande, die zo zwaar geladen zijn met calorieën, daar wil je niet aan beginnen. Wat wij gaan doen, is een lichte sla maken met producten die gezond zijn. Soja, tempeh. Tempeh is een product uit Azië, maar je kan het natuurlijk in allerlei soorten voedsel gebruiken. Vetten die erin zijn, zijn plantaardige vetten, die zijn in het algemeen gezond, veel gezonder dan dierlijke vetten. Bovendien zitten er flavonoïden in. Flavonoïden hebben een aantal gunstige effecten op het lichaam. Onder andere wordt ervan beweerd dat het helpt bij het voorkomen van overgangsklachten. Echt hard bewijs is er niet voor, maar het is toch mooi leuk meegenomen. We gaan sla maken waarin die tempeh verwerkt is. En daar doen we ook een beetje Parmezaanse kaas bij. En dan krijgen we dus eigenlijk een mooie ontmoeting tussen Italië en Indonesië. Voor de slasaus gebruik ik zelf altijd zo'n flesje. Is makkelijk, kan je lekker schudden. Je kan natuurlijk ook in een schaaltje met een vorkje door elkaar. Dat is allemaal zo moeilijk niet. Je hebt olijfolie nodig. Goede olijfolie. Vergine olijfolie. Dat wil zeggen koud geperst. We hebben dan iets zuurs nodig. Dat kan azijn zijn. Er zijn allerlei heerlijke soorten azijn. Wij doen nu een beetje citroen. Nou. Dan vind ik zelf bij dit recept lekker om er een beetje sojasaus bij te doen. En verder hebben we nog een beetje mosterd nodig. Om er een beetje bite aan te geven en de saus ook ietsje dikker te maken. Doe ik er altijd een klein beetje honing bij. En dan is het een kwestie van schudden. Dan hebben we de slasaus. We gaan nu die tempeh snijden. We snijden die tempeh in zulke blokjes. En daar wat sojasaus overheen. En daarmee impregneren we als het ware die soja. Een heel klein beetje van de citroen hierbij. Nu geïmpregneerde sojablokjes. En die doen we in de stoom. Sommige mensen willen dat bakken, dat kan natuurlijk. Dat stomen doen we een minuut of 10, dat kan ook op laag vuur. Want het hoeft niet op hoog vuur te blijven. Intussen gaan we even die pijnboompitjes bakken. Terwijl de tempeh staat te stomen, maken wij wat mooie reepjes van die parmezaan. Sla is gewassen. Die leggen we hier. We nemen de slasaus. En ongeveer de helft van wat we nu gemaakt hebben, gieten we hier overheen. En de tempeh is klaar. Die is voldoende gestoomd. Die gooien we nu een beetje leuk over die sla. We hebben hier die eieren. Dan doen we daar overheen wat van die Parmezaanse kaasstukjes. En daarna de en boompitjes. En dan hebben we nog een beetje slaolie in ons flesje. Klaar!